Hey, vet dat je weer kijkt en natuurlijk de allerbeste wensen voor 2023. En gelijk op 1 januari beginnen we goed, want we kijken nog één keertje terug naar 2022, naar alle mooie natuurmomenten die ik dat jaar beleefd heb. Dus we gaan er even lekker voor zitten, pak er nog een oliebolletje bij en geniet nog even mooi van al het moois uit 2022 met mijn jaaroverzicht, natuurlijk 2022. En 2022 begon sowieso al heel mooi met in januari al 3 roerdompen. Die zie ik normaal niet zoveel. 3 in een maand, dat is echt een unicum. Dus dat was een fantastische waarneming. Verder natuurlijk lekker gefocust op de vogels toen. Veel erop uit geweest om allerlei vette vogels vast te leggen. Blauwe kiekendieven, zwarte spechten. Klapekstertjes natuurlijk mijn favoriet van de winter. Als het even kan nog wat wild meepakken. Ja, was gewoon heerlijk. Daarnaast had ik in februari ook mijn 5-jarig vlogjubileum. Dat was sowieso ook echt een mijlpaaltje, kan je wel zeggen. Dat ik al 5 jaar vlogs maak uit de natuur. Het was ontzettend leuk om daar even bij stil te staan. Ik heb dat ook gedaan trouwens in de vorm van een boekje wat ik gemaakt heb. 15 verhalen over vloggen. Over allemaal bijzondere dingen die ik meegemaakt heb tijdens het vloggen. Mijn idee was ooit om die uit te gaan geven, misschien nog ergens. Dat idee dat is ergens gestrand. Ik heb er wel een aantal laten drukken, maar toch nog wat aanpassingen in gedaan. En nu zou die eventueel klaar zijn om uit te kunnen geven. Mocht je interesse hebben, laat het me even weten. Want als er interesse voor is, dan ga ik misschien wel kijken of het lukt om hem bij jullie te krijgen. Ik zal de link, hoe dat te doen is, eventjes opnemen in de omschrijving van de video. En dan gaan we nu lekker verder naar het voorjaar, naar maart en april.
Ja, blauwborsten en spechten was wel een beetje het thema voor maart en april volgens mij. En natuurlijk ook nog de ringslangen opgezocht op de zuidflanken van de Veluwe. Maar de blauwborsten waren echt heel ruim vertegenwoordigd in die maanden. Schitterende vogels natuurlijk. Ja, en de spechten. Samen met Adriaan heb ik een challenge gedaan om zoveel mogelijk spechtensoorten, liefst alle 5, te zien binnen 2 uur. Die was gelukt. Eind april kwam daar ook nog eventjes de draaihals bij een aantal keer. Ja, dat is waanzinnig. Gewoon al die spechtensoorten te kunnen zien. Natuurlijk nog even lekker wild kijken tussendoor. En, niet te vergeten, mijn nieuwe camera kwam binnen. Want deze, die heb ik natuurlijk ook sinds dit jaar. Heb ik de Sony A7 IV. Was even wennen vanaf de Nikon P1000. Maar ondertussen goed aangewend. Ik zal binnenkort ook nog even een keer een video maken over al mijn materiaal. Dan vertel ik je er graag meer over. Maar het was even wennen, maar ik heb er echt fantastische beelden mee kunnen maken dit jaar. En nou ja, dat heeft zich zeker ook terugbetaald in mei en juni, dus gaan we snel door. Ik krijg wel het idee soms dat in mei en juli dat ik ze flink zag vliegen. Echt zoveel vette dingen gezien natuurlijk. Hè. Steenuiltjes tijdens een weekendje kamperen, wielenwalen bij hun nest. Waanzinnig mooie vogels overigens. Wat dacht je van al die gieren die ik op vakantie zag? Helaas was die vakantie veel te kort. Maar goed, de gieren, dat is wel een blijvende herinnering. Ja, en dan ook nog die heerlijke vogelochtend in de Oostvaardersplassen die we nog mee kunnen tellen. Ik heb me echt goed vermaakt toen. Wat dat betreft waren echt die voorjaarsmaanden zijn altijd favoriet bij me. Al dat jonge leven en altijd zoveel te zien dat je gewoon af en toe niet weet waar je kijken moet. Dus ja, dat is juist zo heerlijk. Maar gelukkig dat de zomer, dan denk je eigenlijk altijd van nou, dan wordt het wat rustiger. Nou, die was net zo vet, want ik heb echt een aantal hele vette waarnemingen gedaan in juli en augustus. Dat was echt waanzinnig. Bijvoorbeeld hermelijnen. Ik heb bijvoorbeeld de slangenarend gezien. Ik heb nog een adder gezien. Ik heb nog allemaal vette edelherten gezien. Ja, te veel om op te noemen. Eigenlijk, weet je wat, gewoon lekker genieten en even kijken. En geniet nog even mee van juli en augustus.
als je september zegt, dan is er natuurlijk eigenlijk maar één ding wat die hele maand typeert, om het zo te zeggen. Dat is de edelhertenbrons. Ik had me nog dit jaar zo voorgenomen van, nou, voorgaande jaren was het toch wel af en toe wat druk. Toch veel vroeg eruit. Laat ik dit jaar eens wat rustiger aan doen. Nou, je raadt al hoe dat uitgepakt heeft. Ik stond weer iets te vaak vroeg in het bos, maar wel heel veel vette dingen kunnen zien. Dat was wel echt waanzinnig. Dat liep ook nog een stukje door tot in oktober. En ja, dat was gewoon weer ontzettend genieten. Veel mooie dingen gezien, beurlende herten, herten in prachtig licht. Tegelijkertijd in oktober ook weer de eerste klapeksters, waar ik heel blij mee was. Ik heb nog een keer de reeën opgezocht. Eigenlijk zijn dat gewoon die herfstmaanden, zijn gewoon schitterend. Altijd wel wat te beleven, altijd wat te zien. Jij mag er nu nog even van meegenieten. Ik denk als ik november zou moeten omschrijven, dan zou ik echt zeggen uilenmaand. Man, 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 wat was dat een vette maand om uilen te kijken. Ik heb 4 soorten uilen kunnen filmen toen. Bosuil, steenuil, ransuil en echt een soort die ik al zo lang op mijn lijstje had staan. De velduil. Dat was zo waanzinnig. Een middag in de polder met echt 6 rondvliegende velduilen. Super lang kunnen filmen, dat was echt intens genieten. En dan dacht ik een beetje, nou, dat zal wel het hoogtepunt van het jaar zijn. Toen werd het december. Toen kwam even die vorstperiode natuurlijk nog eroverheen. Sowieso heel mooi patrijzen kunnen filmen natuurlijk. Maar het allervetste moet toch wel zijn dat ik op een ochtendje in de polder zat. En ik zat daar te wachten op een paar waterrallen. Vlogen er opeens 2 buidelnezen voorbij. Hele zeldzame meesjes die echt ruim een kwartier voor mijn neus gewoon rietsigaren uit elkaar hebben zitten plukken. Dat was echt waanzinnig. Dus ik ga er niet te lang meer over kletsen. Geniet nog even mee van december.
En ja, dat waren ze, de hoogtepunten van 2022 in de natuur. En het was echt een waanzinnig jaar. Echt heel veel vette dingen kunnen zien, kunnen filmen. En natuurlijk is er ook altijd nog wat te wensen voor 2023. Het zou me ontzettend vet lijken om nog wat mooiere foto's en video's van reptielen te kunnen maken. Ik wil heel graag nog een keer de oehoe zien. Die staat hoog op mijn lijstje, dus dat moet er dit voorjaar maar eens van gaan komen. Ja, er komen er ook steeds meer. Misschien nog een keer een wolf, wie weet. En voor de rest gaan we gewoon kijken wat voor vette beesten er allemaal voor mijn camera voorbij willen komen. Ik vond het in ieder geval heel tof om het zo met video met jullie te kunnen delen. Ik ben, net als voor mijn boekje wat ik gemaakt heb over 15 verhalen over vloggen, overigens ook bezig met een natuurlijk 2022 in foto's. Dus daar ga ik misschien ook nog een boekje van maken. Laat ik het uiteraard weten. Laat het even in de comments weten als je daar ook interesse in zou hebben. En voor nu wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken afgelopen jaar. Hopelijk blijf je dat dit jaar ook weer doen. En ik zou zeggen, maak er een heel mooi jaar van. Tot de volgende keer. Doei doei!